Marleen Meij, winnares kwart triathlon in Alfa aan de Rijn. Had je die vanochtend aanvoelen komen? Nou, niet helemaal. Het was meer een beetje een off-season race. En ik wist ook pas vrijdag dat ik mee kon doen, want ik stond op de wachtlijst. Dus het was een beetje last minute beslissing, dus ik dacht, ik zie wel hoe het loopt vandaag. Was het een leuke verrassing dat je dan toch nog mee mocht doen? Ja, best wel. Maar eigenlijk heb ik nu wel... Ik had me ingeschreven als trio. En dus nu heb ik wel mijn teamies een beetje achtergelaten. Maar die hebben het goed met z'n tweeën opgelost uiteindelijk. Dus ja, het was wel een leuke verrassing. Gelukkig. Had je enig idee tijdens de wedstrijd hoe je ervoor lag? Nou, ik hoorde dat ik na zwemmen dus vierde lag. Nou, dat is voor mijn doen al dikke prima in het veld. En toen op de fiets had ik niet het idee dat ik nog heel veel mensen heb ingehaald. Het stond echt een hele harde wind. Ik had het idee dat ik praktisch stil stond. En toen kwam ik hier in de wisselzone na het fietsen en toen hoorde ik dat ik eerste lag. En dan is lopen mijn onderdeel, dus dan maak ik hem wel af. Is dat dan ook het onderdeel waar je het meest tevreden over bent? Ja, nee, ik denk eigenlijk het zwemmen, omdat het dan relatief het beste ging. Je had het over veel wind op de fiets, maakt het nog een hele zware dag daardoor? Ja, het was wel pittig, ja. Je raakt best wel gefrustreerd dan, van ik kom niet vooruit en dat maakt het wel wat zwaar inderdaad. Is dit voor jou de afsluiter van het seizoen of zit hij er nog niet op? Met triathlonseizoen ziet er nu wel op. Volgende week start nog wel competitie Run by Grun. Leuk. Nog even één keer aan de bak dus. Succes, dankjewel. Yes, dank je.